Ja. Ga weer naar een eigen woning, weer op zoekje. Gelukkig. Is dat mooi nou meer huur betalen? Nou, dat valt nog mee. Wel iets meer, maar niet te veel. Kunt u ons namens Beter Wonen vertellen wat hier precies allemaal gemaakt wordt? Jazeker, dat kan ik wel. Wat hier nu wordt gemaakt zijn 35 appartementen. Die wij eind november ook gaan opleveren aan de nieuwe huurders van Beter Wonen. Het is eigenlijk gewoon fase 1 van het woonkwadrant, waar wij gaan volgend jaar bezig gaan met fase 2. Als ik kijk naar de ontwikkeling ook in het centrum, dan is het eigenlijk ook de tweede grote ontwikkeling, naast dat wij vorig jaar het warenhuis hebben opgeleverd. En er is ook mogelijkheid om even te kijken in de bergingen. Want die waren de vorige keer nog niet geopend. We hebben 3 of 4 bergingen open, dus dan kunt u even kijken hoe groot is zo'n berging nou. Nou, ik voel alles weer nieuw. Alles weer fris. En ja, ik ben heel blij met mijn aandrecht. Ziet er echt stoer uit ook. Dus ja, ik heb echt een goed gevoel daarover. U hebt voorheen ook in deze flat gewoond, deze Kloosterhof-flat. Wanneer bent u hier gekomen? Ik was in 2009 in februari aangekomen. En ik heb hier totdat ik hier eruit moest. Dus, maar ik had wel een hele goede vooruitzicht. Er is heel veel veranderd. Want ik woonde eerst aan de andere kant van deze woning. En ze hebben daar een slaapkamer van gemaakt. Een hal. Een grote slaapkamer. En een kleine slaapkamer. Ik dacht dat het heel klein was. Maar het was dan wel groter. Ik vind het heel bijzonder. En ik vind het ook heel knap van de bouwers, zeg maar. Dat ze dat op deze manier heel mooi hebben gemaakt. Ja, vooral die grote ramen. Er komt genoeg licht naar binnen. En ik hou van de zon. Dus ik kan er nog van beide kanten nog van de zon genieten. Dat is helemaal mooi. En een prachtig uitzicht, hè? En een prachtig uitzicht. Het rechtbank. En ja, er is genoeg te zien. En ik hou ook van mensen om me heen. Dus omdat ik hier in de stad wil wonen, is het voor mij centraal, ook voor mijn werk.